Dan wil ik toch nog wel even kijken naar de iets moeilijkere manier om het te spelen. En ik zeg moeilijker, maar het zou net zo goed kunnen dat dit voor jou iets makkelijker is. Je hoeft eigenlijk namelijk maar één vinger heen en weer te bewegen. Je moet alleen wel zorgen dat de rest goed gedempt blijft. Dus daar zit een beetje de moeilijkheid in. Als je je pink op het vijfde vakje van de G-snaar zet. En je wijsvinger op het tweede vakje van de D-snaar. Het is best ver uit elkaar, dus het kan even een beetje gek voelen voor je vingers. Probeer het niet te erg te forceren. Maar probeer ook niet te bang te zijn om die stretch te maken. En probeer dan vanaf de A-snaar naar beneden toe aan te slaan. Je krijgt dan dus een open B en E-snaar erbij. Heel mooi duister akkoord. En dat is dan de A-mineur, hoe we hem gaan spelen. Even kijken, ik zal trouwens even de Chordify link in de chat zetten. Ik zag al dat Jorieke erom vroeg. Zo. Dan kunnen jullie daar ook even naar kijken. Om de F te spelen, ga je dan je wijsvinger één vakje verplaatsen. Dus je wijsvinger gaat van de 2 naar de 3 op de D-snaar. En je gaat nog steeds vanaf de open A-snaar spelen. Het is eigenlijk best makkelijk als je eenmaal de stretch aan kan. Dan is je vinger verplaatsen waarschijnlijk niet het grote probleem. En dan doe je dus weer 4 tellen op de 1, 4 tellen op de ander. Dan gaan we met de wijsvinger naar het derde vakje van de dikke E-snaar. En dan is het moeilijke hieraan is dat je dan dus de A en de D-snaar eigenlijk wil dempen. En die demp je doordat je wijsvinger er eigenlijk al een beetje overheen ligt. Dus je drukt met je wijsvinger de E-snaar in, de dikke E-snaar. En dan hangt hij al een beetje over die A-snaar, waardoor die dus gedempt is. Dus E-snaar, A-snaar is als het goed is gedempt. D-snaar ook min of meer, mag een beetje doorklinken. En dan ga je met je pink gewoon nog steeds op dezelfde plek blijven. En dan doe je weer 8 keer het laatste akkoord. Dus 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijke manieren om deze akkoorden te spelen. Je zou ook nog met power chords kunnen doen. Maar dat ga ik zo meteen ook al uitleggen bij het refreintje. Dus dat wou ik niet hier ook doen, anders wordt het erg veel herhaling.